In de trailer van seizoen 24 vraagt de waarzegster... Do you want to know the future? Oftewel, wil je weten wat de toekomst brengt? Meteen daarna horen we de gil van Anna op de achtergrond. Hoeven we niet langer te wachten op het antwoord Wie is de Mol? In de voorstelvideo van Anna op de website van Wie is de Mol zit ook een verborgen aanwijzing. Hierin komt haar naam in beeld en verspringen er letters voor korte tijd. Opvallend is dat alleen bij haar naam er op een gegeven moment de letters M en L voor korte duur blijven staan. Dan de eerste aflevering Dia del Topo, oftewel de dag van de mol. Het is Anna's verjaardag op de eerste uitzenddatum van seizoen 24, namelijk op 6 januari. Tevens was er een verjaardagsballon op het festival aanwezig. Is dit het feestje van de mol? Bekijk de video op YouTube voor nog meer hints naar Anna als mol.